Erasmus Universiteit Rotterdam zet zich in om iedere medewerker kansen te bieden om zich verder te ontwikkelen. Vanaf 2024 wordt hiervoor een nieuwe ontwikkelcyclus geïntroduceerd. De ontwikkelcyclus stimuleert effectieve gesprekken en doelen. Hierdoor krijgen jouw groei en welzijn prioriteit. Het is een cyclus die je in staat stelt om regie te pakken op jouw ontwikkeling. Het doel is om een betekenisvolle impact te maken op jouw carrière en de organisatie. Je start je ontwikkelcyclus door in het formulier te reflecteren op het afgelopen jaar aan de hand van opgevraagde feedback en je ontwikkeldoelen te stellen voor het komende jaar. Je doet dit met behulp van het systeem voor de ontwikkelcyclus via de ESS-portal. Daarna volgt het ontwikkelgesprek met je leidinggevende. Samen reflecteren jullie op het afgelopen jaar, kijken jullie vooruit naar de toekomst en staan jullie stil bij jouw welzijn. Na het gesprek scherp je je doelen verder aan in het formulier. Tijdens de informele opvolging kan je met behulp van een Kanban-bord jouw doelen monitoren en koers houden. Alle feedback en input die je verzamelt, kan je vervolgens gebruiken om nieuwe doelen te stellen. De gereedschapskist van de ontwikkelcyclus staat voor je klaar op onze website. Benieuwd wat er voor jou in zit? Ga direct aan de slag en haal het meeste uit jouw rit bij de URL.